Oké, dus jongens, allemaal aan de caviar. Ja. Vergeet die vitaminepillen. Dit gaat ons de winter door loodsen. Als je op zoek bent naar troost eten omdat het elke dag om 3 uur donker is, het hinderlijk hard waait, je tenen continu koud zijn en je lippen schaal, dan weet ik waar jij naartoe moet. Hier bij Nika in Rotterdam kun je niet alleen terecht voor bijzondere boodschappen, maar ook voor Russisch comfortfood. En nu zo, rond de kerst, ligt de focus op feestdagenvoedsel. Ik ga blini maken vandaag. Blini. En die gaan we vullen met kaviaar. Ja, dan gaan we een beetje feestelijke blinis maken. Yay. Wat is dat met Russen en kaviaar? Als ik aan Russen denk, denk ik altijd automatisch aan kaviaar. Ja, omdat ze hebben wel veel vis en dan hebben ze kaviaar. En er zitten heel veel goede stoffen in. Ja, het is heel voedzaam ook. Dus eigenlijk is het heel belangrijk om blinis met kaviaar te eten in de winter. Ja. Oké, dus jongens, allemaal aan de kaviaar. Ja. Vergeet die vitaminepillen. Dit gaat ons de winter door loodsen. Ja, want in Nederland zijn er bijna geen Russische restaurants, hè? Nee. De Russische keuken is niet zo'n makkelijke keuken. Nee? Nee. Die eten voorbereiden van de eten neemt het veel tijd in beslag. Net als olivier moet je alles van tevoren koken en daarna fijn snijden. Ja, al die kleine handmaken, stukjes. Al kleine stukjes. Daar ben je echt een 2 uur mee bezig voor een schaaltje salade. Ja. Maar het is ook wel, het is wel grappig, want toen ik hier voor de eerste keer kwam, besefte ik me ook dat het ook best wel een voedzame keuken is. Die soep bijvoorbeeld, die champignonsoep die jullie maken, daar zitten heel veel groenten in, er zit een beetje boekweit doorheen. Dus dat is een hele voedzame, lekkere soep. Ja, het is heel gezond ook. Ja, ja. Dus mensen komen hier ook echt om hun heimwee weg te eten? Ja. Ja, ja, ja. Gevulde koolbladeren. Wie is deze man? Het is toch gezellig dit. Granaatappelwijn uit Armenië. Ik zou hem eigenlijk zo willen opendraaien en willen opdrinken. Maar ik ga me inhouden vandaag. Ja, en we moeten het ook nog even hebben over deze vrouw. Er zijn verschillende vrouwen in Rusland die claimen dat zij dit meisje zijn. Maar het bedrijf achter deze chocolade ontkent dat in alle toonaarden. En dit chocolaatje is nog steeds even populair als toen het in de jaren 60 van de vorige eeuw op de markt kwam. Nou, hoe kan het ook anders, hè? En weet jij waarom deze oranje is? Het is rood, wij noemen rood. Rood? Okay. Ja, wilde zalm. Van de wilde zalm, oké. Okay. Ja. En daarom heeft het deze kleur? Ja, ja. Dan gaan we nog een gerecht maken. Dat heet syrniki. Syrniki. En dit is ook... een Russische kwark? Echt een Russische kwark, ja. Ah ja. En wat, waarom pak je deze en waarom niet gewoon van de supermarkt? Want die is het vloeibaar beetje. Ah. En daar kan ik niet mee baken. Ah oké, okay. Je moet dus een beetje een stevige kwark hebben. Ja, want hij is echt inderdaad stevig. Het lijkt wel een feta kaas. Ja, dit is echt bij ons echt kwark. En bij ons eten ze mensen ook veel kwark. Er zit heel veel calcium in, dus het is heel goed voor je botten. Ah ja, ja, ja. Ja. De feestdagen staan voor de deur, hè? Ja. Gaan jullie, koken jullie dan speciale gerechten hier? Bepaalde specifieke dingen? Ja, ook. Selodka pod sobay. Dat is aardappelen, haring en dan bietjes, hè? Toch? Nee, nog een laagje van aardappelen, eitjes. Eitjes? Peentjes. Ja. En dan pas komen bietjes en bovenop is mayonaise. En dat staat dan op een hele mooie grote schaal op tafel met kerst en oud en nieuw. Ja. Leuk. Laat het Russische eetfestijn beginnen. Ook een beetje zoetig, maar ook echt wel lekker zout. Het is wel grappig, want deze salade heet de Selyodka pod sobay. En dat betekent haring in een bontjas. En in het kort wordt het ook wel gewoon bontjas genoemd. Dit is mijn eerste pannenkoek met kaviaar. Ik ben een beetje blijven steken bij de keukenstroop. Maar de Russen laten zien dat dat dus ook anders kan. Nou ja, daar zit dille in en een beetje vlees. Het is een kruising tussen een bara en een oliebol. En dat is natuurlijk wat je wil.